Wat is uw verwachting ten aanzien van de toekomst van het betalingsverkeer? Ik denk dat er in de komende jaren veel nieuwe spelers zullen komen. Dat er een verschil zal, het verschil zal gemaakt zal worden door nieuwe betaalmogelijkheden. En dat met name de banken het lastig zullen krijgen om die wereld te kunnen volgen. Omdat de snelheid waarmee de nieuwe dingen komen, gedreven door techniek, voor dat soort partijen lastig zijn af te handelen. En welke innovaties denkt u dan aan? Nou, met name wat je nu ziet, het betalen met de mobiele telefoon, het integratie online-offline, dat zal een hoge vlucht nemen. En wat betekent dat dan voor de rol van de banken? Dat zij moeten kunnen schakelen om dat ook te bieden. En eigenlijk voorop kunnen lopen in de mogelijkheden die de klant vraagt. En dat het omdraait ten opzichte van vroeger, waarbij zij het aanbod bepaalden. Nu de klant bepaalt welke kant het opgaat en welke richting zij zullen kiezen. U had het al over nieuwe spelers. Wat voor nieuwe spelers verwacht u dan op de betalingsmarkt? Ja, dat vind ik lastig in te schatten, omdat dat spelers zijn die echt verticaal de markt zullen doorkruisen. Dat is toch het model wat je steeds vaker ziet. Ik durf er eigenlijk op dit moment weinig op te zeggen, omdat ze vaak nog onbekend zijn of ergens nog in een klein kamertje ontwikkeld worden. Maar wel snel komen en de markt echt op zullen schudden. Wat vindt u nou het unieke aan het congres waar we nu zitten? Het unieke is dat alle spelers hier bij elkaar komen. Dat zowel de banken, de PSP's, maar ook de retailkant naar elkaar kan uitleggen wat er van elkaar verwacht wordt. Wat er niet goed gaat, wat er wel goed. En vooral dat we een weg kunnen kiezen waar we met z'n allen in de toekomst heen moeten gaan. Zodat wij als Nederland ook zelf in regie blijven. En niet vanuit Amerika bijvoorbeeld worden overspoeld en daarmee ook maar moeten gaan volgen. U zit in de bloemen. Wat heeft u nou precies nodig van het betalingsverkeer? We hebben een snelle, makkelijke, betrouwbare manier nodig die voor online verkoop in ieder geval goed geregeld moet zijn. Maar ook een manier die in de winkels voor de retailer te begrijpen is. Want heel veel wijzigingen, heel veel nieuwe technieken zijn voor die mensen vaak toch een ver van de wedstrijd.